Beste mensen, van harte welkom bij deze SSK-uitreiking. Heel bijzonder dat ik toch met Nick en Tijn zeg maar, in deze winkel deze uitreiking mag doen. Mijn naam is Harry ten Haak, ik ben voorzitter van het vakcentrum. De belangenorganisatie van en voor alle zelfstandige supermarkteigenaren in Nederland. Ik ga het straks in de kantine al even, er zijn zo'n 4400 supermarkten in Nederland. Ongeveer 1800 zijn eigendom van zelfstandige ondernemers die met landelijke formules samenwerken, in dit geval dus met de Jumbo. En wat wij als belangenorganisatie heel veel doen, is zeg maar, de rol van die zelfstandige ondernemers op alle mogelijke manieren ondersteunen. Wij ondersteunen ze met bedrijfseconomisch, met juridisch advies, op het gebied van arbeidsvoorwaarden, het lobbywerk in Den Haag en in Brussel. Maar een van de dingen die wij een aantal jaren geleden gezien hebben, is dat de zelfstandige ondernemer in Nederland het over het algemeen net even iets anders doet, net even iets beter doet in de marktgebieden waar ze opereren dan het gemiddelde filiaalbedrijf. En ik zei straks ook in de kantine al, ondernemer, ga nou eens in het jaar op het dak staan om te schreeuwen van hoe goed je het eigenlijk wel doet. Dat doet natuurlijk geen enkele ondernemer. Zeker niet in de Achterhoek, waarbij mensen gewoon toch de benen op de vloer houden. Dus daar hebben wij als vakcentrum iets op bedacht. We hebben het de stichting SSK opgericht. En met de stichting SSK proberen we te bereiken dat ondernemers die denken dat ze in aanmerking kunnen komen voor uitreiking van zeg maar een certificaat, dat ze zich daarover zeg maar, kunnen melden bij het vakcentrum. Dat wij als vakcentrum vervolgens dan een vragenlijst toesturen naar de ondernemer om die heel erg zorgvuldig te laten invullen. Die vragenlijst, dat zijn echt honderden vragen, die worden beoordeeld door een auditcommissie. De auditcommissie komt vervolgens hier op de winkelvloer om te checken of alles wel klopt. En als het dan klopt, dan komt de ondernemer in aanmerking voor het SSK-keurmerk. En wij zeggen eigenlijk, dat zijn een zevental criteria waarop beoordeeld wordt, maar er liggen wel honderden vragen onder. Een van de punten is van hoe ga je als ondernemer om zeg maar, met de gemeenschap, met het verenigingsleven, met de consument, met de gemeente. Kortom, hoe ben je een zeg maar, integraal onderdeel van die gemeenschap? En als je daar op een bijzondere manier zeg maar, je weet te onderscheiden, dan is dat een punt waar je dus een groen veetje voor krijgt. En ook jullie, met alle activiteiten die jullie doen, op het gebied van de sponsoring van de gemeenschap, de activiteiten die georganiseerd worden, zeg maar, weet je dus als geen ander hoe je daarmee kunt onderscheiden. Maar ook hoe weet je om te gaan met je medewerkers. Hoe weet ik ze te begeleiden, te coachen, te stimuleren, zodat ze meer uit zichzelf halen. Anders zeg maar, dan het gemiddelde bedrijf. Nou, dat zit ook bij jullie zeg maar, hartstikke goed als het ware in de genen. Hoe ga ik om met energiegebruik? Je ziet alle koelingen, die hebben hier dagafdekking. Dagafdekking betekent dat je minder energie nodig hebt. En dus help je daarmee om zeg maar, het milieu wat verder te sparen. Ik ga niet alle criteria opnoemen. Maar feitelijk zeg je dat als je in aanmerking komt voor het keurmerk, dat je eigenlijk een maatschappelijk verantwoord ondernemer bent. Dat je dus bezig bent om duurzaam te ondernemen. Dat je niet primair gaat zeg maar, voor het vele geld verdienen, maar vooral zeg maar, een zodanige rol in de samenleving weet te vervullen, zeg maar, dat je daarmee duurzaam en op langere termijn zeg maar, je perspectieven ziet. En ik denk dat jullie, Tijn en ik, heel erg trots mogen zijn op het feit dat jullie dit certificaat krijgen. Het is ongeveer 5 jaar oud. Ik weet dat jullie heel erg betrokken ondernemers zijn van het vakcentrum. Wij kennen elkaar dan ook al inmiddels wat jaren. Ik had eigenlijk gehoopt dat dat al jaren geleden had plaatsgevonden. Ik ben ongelooflijk trots op het feit dat ik vandaag zeg maar, dit keurmerk bij jullie mag overhandigen. Het doet me ook hartstikke goed dat jullie je hebben ingeschreven met deze winkel voor de ZOZ Award. En dat je grote kans maakt. Niet als, alleen met deze winkel, maar ook als ondernemers, zoals jullie in deze wereld staan. Hartstikke mooi.
En van harte proficiat met het behalen van het certificaat. Ik wil ook de medewerkers, ik wil me graag feliciteren. Want jullie hebben ook allemaal een mooie bijdrage geleverd aan het behalen van dit resultaat. Geef dat vooral ook door aan je collega's, dat jullie er ook hartstikke trots op mogen zijn. Maar ik wil ook graag de bevolking, de consument en de gemeente van Aalten complimenteren met het feit dat jullie zo'n geweldige ondernemer in je midden hebt. En daar mogen jullie als gemeente ook, en als gemeenschap hartstikke trots op zijn. Proficiat. Dank je. Dank je wel. Ja, dan moeten we met z'n allen op de foto. Dat kan ik ook zeggen, heel erg bij het was nieuw gebleven. Dat is heel erg bij de grote vriend. Hè? Dat Geef het zin. Die dame helemaal achter daar. Wat gaan wij wel op de knieën? Dat doen we wel zo. Ja. Nou zijn we even stil geweest voor de foto, ik kan kort iets zeggen. Ja. Ik ben een van de weinige bestuurders die hier bijna elke morgen langs komt fietsen. En dan zie ik al dat ze hartstikke druk zijn met allerlei dingen klaarmaken om de klant weer te bedienen. Toen ik van de week op de lijst zag en ik zie al die veertjes hier nu achter staan, er horen eigenlijk nog twee kolommen achter, vind ik. En de ene kolom is de acties die daarbij horen. En er zijn dingen bij waar we het morgen over gehad hebben. Hoe is het contact met de buurt? Hoe is die winkel hier ooit ontstaan en hebben we het verkeer geregeld om de winkel heen? Hoe is het contact met de school? Want al die schoolkinderen die komen hier naartoe en die komen hier spullen kopen. En die komen jullie tegen en daar heb je contact mee. En die nemen dat mee naar huis en die vertellen daarover. Dat zijn de acties die gevoerd worden door jullie met het personeel om dingen goed te krijgen. Daarachter horen mensen. Want mensen maken zoiets als dit. Zonder mensen is het niks. Dan kun je de zaak net zo goed op zondag weer dicht doen. Nou, wij houden deze winkel open. En ik als bestuurder ben ongelooflijk blij dat wij winkels hebben in onze gemeente. Die ervoor zorgen dat onze wereld er mooier uitziet. En dat is heel simpel. Als je met z'n elkaar dingen doet die voor mensen gemakkelijker zijn en dichtbij zijn. En de wereld mooier maken. Nou, dan heb je aan bestuurders blije mensen. En daarmee wil ik ook die twee jongens daarvan harte me feliciteren. En ik hoop dat de kleine van jou heel snel doorgaat. Ja, dat gaat helemaal goed komen. Ja, dank je wel. Jullie het volhouden. En ja. Jullie als personeel daar tevreden mee blijven. En elke dag met een lachend gezicht naar werk. Ja, dankjewel. Dat wil ik denk ik. Als dat er veel gezegd en lang het geweldig om erbij aan te sluiten. Alleen denk, we hebben de winkel natuurlijk nu 4 jaar dat we hem over hebben kunnen nemen. En het is geweldig wat we hier met elkaar hebben kunnen bereiken. En eigenlijk is dat ons echt door meer vrijheid te geven, krijg je zoveel meer terug. En dat is eigenlijk wat Harry ook zegt, duurzaam ondernemen. Langer termijn kijken en de winkel van Aalten worden, dat was ons grote streven. Voor mij moeten we dat gaan verruimen naar de Achterhoek. En misschien zelfs wel de grens over waar we net al even over spraken. Want voor mij kunnen we daar nog zoveel meer groeien met elkaar. Of dat nou, we geloven altijd in samenwerking. Dat is, of dat nou met lokale leveranciers is, met het nobelschap, of met de collega's, of met de formule als Jumbo. Dat is echt het belangrijkste wat we kunnen doen. En de sociale functie van onze winkel die wordt alleen maar groter de komende jaren. En mensen blij maken voor lekker eten, dat is volgens mij de grootste passie waar we met elkaar hier allemaal voor iedere dag heel hard voor werken. En dan gaan wij heel veel door, want we hebben zoveel kansen hier nog. Dus dat is heel veel zin in de komende jaren om dit weer uit te gaan breien. Maar het is nu een hele mooie bevestiging van wat we met elkaar gedaan hebben hier. Nee. Nogmaals jongens, vooral jullie vrij. En je ziet wel weer tijdens het feest, die gaat werken gewoon door. Ja, 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 ja. En dat is wel goed ook. Ja, ja, ja. Dat is een continu bedrijf. We gaan deze mooi bij die tafel erop zetten, denk ik. Ja, we hebben in ieder geval voor alle klanten komen die sushi's klaarstaan. Dus, want ja, iets wat we willen, dat mogen we trakteren, hè? Dat moeten we vieren. Dus, en dan gaan we deze in ieder geval bijzetten. En we gaan komende week op zoek naar een boommachine om het schildje maar...